Aan de deuren van het autosalon hebben enkele milieuverenigingen actie gevoerd tegen biobrandstoffen met de slogan eten of rijden, het kan niet beide. De manifestanten zijn tegen de invoer van biobrandstoffen. In het zuiden zal dat volgens hen leiden tot ontbossing, een stijging van de voedselprijzen en zelfs voedseltekort. Veli Juxel. Het autosalon kleurt dit jaar groen. Sommige merken willen dat extra benadrukken. Met hun modellen die op biobrandstof rijden om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Geef ons een volle tank en neem ons heden ons dagelijks brood. Buiten brengen tientallen actievoerders van enkele milieuorganisaties een ander verhaal. Want volgens hen heb je voor een volle tank biobrandstof 250 kilogram graan nodig. Je weet dat één volle tank van een grote terreinwagen, dat daar van die 250 kilo graan, dat daarvoor nodig zijn. Eén iemand een volledig jaar van kan eten, dan stemt dat toch wel tot nadenken. De Europese Commissie wil tegen 2020 het aandeel van biobrandstoffen in de transportsector optrekken tot 10%. Om de auto's op biobrandstof te kunnen laten rijden, zal er op grote schaal koolzaad, graan en maïs moeten worden ingevoerd uit het zuiden. Dat gaat vooral in de landen in het zuiden honger met zich meebrengen. Maar ook hier gaan de voedselprijzen stijgen en gaat de koopkracht achteruit gaan erdoor. Daarnaast is trouwens zo van dat het helemaal niet bewezen is, of dat niet in alle gevallen zo is, van dat de CO2-uitstoot, dat agrobrandstof de CO2-uitstoot verminderen. Daarom moeten autoconstructeurs verplicht worden om milieuvriendelijke auto's te produceren. We vragen meer drastische maatregelen, ook meer politieke signalen die auto-instructeurs ertoe dwingen om hun auto's veel zuiniger te maken. Middelkerken hebben twee gewapende mannen gisteravond een elektrozaak overvallen. Dat gebeurde toen het personeel de winkel aan het sluiten was. Een beveiligingscamera heeft de overval gefilmd en op de beelden is duidelijk te zien hoe twee gemaskerde mannen de verkopers bedreigen met een wapen. Ze maken daarna de kassa leeg. De overvallers zijn er volgens de zaakvoerder vandoor kunnen gaan met €8.000. De politie is bezig met een onderzoek, maar heeft de daders nog niet kunnen vatten.